Ja, Bob Vermunt, jij komt als inval in de slotminuten nog als breekijzer. Het was een mooi scenario geweest, hè? Nog 3-3 maken. Ja, natuurlijk, dat had heel mooi geweest. Alleen ik denk dat je gewoon de wedstrijd eigenlijk weggeeft. Je staat gewoon 1-0 voor met rust. Nou, niet zo heel veel aan de hand. Ik vond hem wel iets sterk in de eerste helft. Maar ja, zoals je ziet hoe wij de tweede helft beginnen. En al gelijk de 1-0. Of de 1-1, sorry. Ja, en dan vanaf de bank zie je in ieder geval een beetje aankomen dat het niet de goede kant op gaat vallen. En ja, ik ging nog warm lopen bij de 2-1. Dus dan heb je nog hoop van, nou ja, dan maar ja, toen werd het al gelijk 3-1. Gelukkig scoor je nog de aansluitingstreffen, maar ja, het is gewoon te kort nog om het echt nog spannend te maken. En dan moet je echt nog wel een beetje geluk bij hebben. Ja, het is gewoon heel teleurstellend. Dit was natuurlijk de kans om een keertje in de kwartfinale van de beker te staan. En je bent er zo dichtbij, je staat 1-0 voor. Je loopt een amateurclub, op papier heb je de meeste kans. Maar ik denk dat we het gewoon aan onszelf te wijten hebben, helaas. Jullie hoopten al die wedstrijden maar op een mooie tegenstander. Ja, dat is echt heel erg zuur, hè, dat je nu tegen VVSB eruit gaat. Had dan in de arena dan niet maar in de Kuip of bij AZ of bij PSV mogen spelen? Nee, klopt. Ja, elke amateurclub hoopt op een mooie club. En kijk, Feyenoord uit. Iedereen wil Feyenoord uitspelen. Alleen ja, dit was wel dé mogelijkheid om in de kwartfinale te komen. En ja, nou, als je kijkt wat voor ploegen er door zijn in de kwartfinale. Nou ja, wie weet wat er dan aan kunnen gebeuren. En ja, tuurlijk, ik heb al 2 keer tegen Twente mogen spelen en dat was fantastisch, zo uit als thuis. En had de volgende ronde ook heel mooi geweest, maar ja, helaas, het zit er niet in dit jaar. Maar dit was echt een kans, once in a lifetime. Hè? Wie weet, hadden jullie wel tegen HAC Hardenberg gemogen, long de halve finale. Heb je het idee dat wel iedereen echt alles heeft gegeven? Ja, daar mag ik wel van uitgaan. Je speelt in de achtste finale van de KNVB-beker. Ja, als je dan niet alles geeft, dan klopt er iets niet. Dus dat geloof ik niet. En ja, kijk, ik vind het jammer dat mijn eigen inbreng beperkt is gebleven tot misschien 10 minuten. Maar ik denk niet dat er iemand in de ploeg is die niet alles heeft gegeven. Dat kan je denk ik niet zeggen. Ik denk dat ook zenuwen een rol speelde. Want ik vond jullie met name de eerste 20 minuten echt matig beginnen en heel zenuwachtig. Ja, of dat met zenuwen te maken heeft, ja, het zou kunnen. Ik vond het niet super goed, maar ik vond ze wel heel rustiger aan de bal. Wij waren die bal heel snel kwijt en dan zie je toch dat je gewoon helemaal niet in spel komt. En inderdaad, de eerste 20 minuten waren echt van hun en wij komen eigenlijk uit het niet zo'n voorsprong. Ja, daarna vond ik ons wel beter en dan moet je eigenlijk de 2-0 maken. Daar heb je ook 2 kansen voor. Maar ja, goed, die maak je niet en dan zie je, dan krijg je deksel op de neus 5 minuten na rust. Hebben jullie al met al wel kunnen genieten in dit hele bekeravontuur en ook ja, de aanloop hier naartoe en ook vandaag hier op Volwoudenstein? Ja, tuurlijk. Kijk, als je kijkt, 3000 man, het leeft al weken. Mensen hebben het er al weken over bij de wedstrijd op trainingen. Ja, dat is gewoon fantastisch. En, alleen ja, we hebben het zelf niet kunnen bekronen, want dan had je nog zo'n wedstrijd gehad. En dan, wie weet dat je dan wel Feyenoord uitgeloopt natuurlijk. Tot slot, nu schakelen naar de competitie waar jullie het moeilijk hebben. Weliswaar afgelopen weekend gewonnen, maar hoe moeilijk is dat, Stedoco? En ja, je toch weer richten nu op de competitie? Ja, nou ja, ik denk dat je dit gewoon, de KNVB-beker moet je gewoon zien als een toetje. En het gaat gewoon om de competitie natuurlijk. En ja, het gaat helaas niet zo heel goed in de competitie. Gelukkig laatste we zaterdag wel de 3 punten gepakt. Ja, we moeten gewoon eigenlijk al vanavond moet je alweer die knop omzetten. En wij moeten gewoon winnen bij Stedoco. Want als wij verliezen, dan brengen we onszelf heel erg in de problemen. Succes. Dankjewel.